It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer. Dus ja, alles gaat gewoon weer door. Ik zou zeggen, allemaal een hele fijne, liefdevolle middag. Het is vandaag zaterdag 17 juli en we leven alweer om 13:50. Ik moet zelfs de honden nog uitlaten. Maar ik zit nog aan een hapje eten, een hapje brood en ik heb nog koffie staan. Maar ook, er staat achter mij een hele grote doos. Spiegelbeeld wijzen gaat altijd moeilijk, hè? En ik heb Karen aan de telefoon, maar die oude hoort altijd een eind heen. En ik moet mijn mond houden. Karen, hou je mond. .nl Die doos, daar zit wat in. Wat ik besteld heb. En dat gaan we als we terugkomen van lopen met de hondjes samen met jullie uitpakken. Wat het is, verklap ik nog niet, maar ik weet het al wel. Zonder dat ik het gekeken heb. Maar ja, je weet wat je bestelt. Ja, dus dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe ik ook. Doe het met een lach. We vieren gewoon het leven. We gaan gewoon verder. Ik zou zeggen, tot strakjes. Doei! Ja, zo, lieve vrienden. Ik ben weer terug van het wandelen met mijn hondjes. Maar dat ging een beetje later worden dan het verwacht was. Omdat ik onverwachte visite had gekregen nog ertussendoor. Karin nog steeds ook aan de telefoon, maar die is ook wezen wandelen met haar hondje, terwijl ze gewoon bleef hangen, wat ze altijd doet, maar het maakt niet uit. Nee hoor, vind ik hartstikke leuk en lief. Maar, we hebben hier die doos. Die gaan we openen. En wat eruit komt, is voor jullie een raadsel. Voor mij een weet en voor Karin een weet. Maar, die doos is nogal groot, dus ja. Ik zal de stoel er even bij schuiven. Ja. En dan moet even zien. Spijkers omheen. Even. En heel veel mensen hebben daar een schaar voor nodig of zo. Nee, waarom? Het trek ik zo uit de maat. Los. Toch, Karin? Meestal wel, ja. Meestal trek je het zo los. Ja, ga maar even zo. Ik haal die kussen er even uit. Dan leg ik even op mijn bureau neer. Dat is wel cool. Oké, nee, dat doe ik wel. Even verder trekken. Maar dat gaan we eerst even weggooien, want dat plakt aan alle kanten. We gaan het doen. Zo. Nou, dan zullen jullie even een beetje laten zakken, anders zien jullie niks. Zo. Ik hou. Zo. Staat hier weer wat beter. Nou ja, dat is iedereen bekend, hè? Dat doen we altijd mee. Dat gaat even vanwege de handjes, maar niet op de grond en vanwege alle raadjes. Doe maar even op de eettafel. Zo, en er zit er nog een doos in. Ja! Zit er nog een doos in. Gaat goed hier. Jeetje. Waar moet dat in? Nog, had jij dat ook?
kanonnen. Zo, dan zien jullie het, wat erin zit. Kanonnen. Nou, verder openmaken. Dit is ook al zo, dat is de bovenkant, hoofdblok. Dode dingen zijn mij niet de baas. Kom op. Kom op. Waarom wil dat niet? Ja, lekker. Dacht je dat? Nou, ik ga dit lijkt wel andere plakband dan wat er op die vorige doos zit. Mijn genade, dan krijg je het dan toch los. Zo. Ja hoor. Kom mama. Zo. Mijn hemel. Jeetje, het is nog veel schuimer op het tonsa. Hoe krijg je dat eruit? Hé. Hey. Oh, wacht even. Aha. Dat is één. Dan moet ik van die kant ook willen. Ja, goed zo. Dat is twee. Die zet ik even op de salontafel neer. Ja, ik kon nog kiezen ook, Karin. Tussen een kleur. Karin. Oké, ja, ik en ik heb het even op en op mijn microfoon even stil, omdat ik dus soms ga timmeren. Oh, oké. Haha. Het boekje. Hoe het moet. De slang. Ja, die zal toch ergens aan moeten, hè? Waarom wil mijn stoel niet? Daar kan niet doorkomen. Dus ja. En hulpstukjes, net als bij een stofzuiger. Hé, dat ook nodig. Hier. Helemaal geweldig. Ik vind het ook in elkaar? Nee, natuurlijk kan dat niet in elkaar. Oh, lekker handig om dat te bedenken. Die kan er dus wel in. Maar de rest kan er niet in. Dat bestaat niet. Nee. Nog een foldertje bij. Om te laten zien hoe je het moet doen. Nou ja, we gaan dat straks gewoon aanproberen. Want ik denk dat ik deze moet gebruiken, denk ik. Geschikt voor alle hondenrassen, dus ja, ook voor Rijka. Oké, dan. Ja, ook voor Rijka. Dus ja, dat zit erin, lieve vrienden. Ja? Ja, je moet het gewoon uitproberen, want het is... Namelijk, 1, het Engels. Ja, in het Engels. Nou, dan bewaar ik dit doosje om alles iedere keer er weer in te doen, want anders zit je met allemaal losse spullen. Dus ja, hier gaat het bijvoorbeeld in. Ik zit hier met een grote doos. Nou ja.
geef Rijka wel wat te doen. Ja. Geef gewoon Rijka wat te doen. Die moet ik dus bewaren, daar kan alles weer in. Dus wat, oh, hij is zwaar hoor. Mijn genade. Jeetje. Hup, 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 hup. Boekjes erbij. Zo. Ik heb het wel zo naar binnen gehaald hoor. Vanaf de poort onder mijn arm. En dat was die grote doos. En dan zat een kantje er nog in. Maar ja, dat kan. Oh, weer opgeruimd worden. Nou, wat Rijka niet mag hebben, dat ruimen we op. Rijka, where are you? Oh ja, had ik ze buiten? Nee, toch? Rijka, kom dan. Kom dan. Wat is dat? Mag jij dat hebben? Mag jij dat hebben? Goed zo. Goed zo. Ja, maak maar kapot. Dat mag jij doen. Lekker ding. Ja, mag zij doen hoor. Waarom niet? 1, 2, moet ik wel goed willen. Waarom niet? Ja toch, moet allemaal kunnen. Maar ja, dan moet ik even de spullen eruit halen wat zij niet mag hebben. En trouwens, die doos, die kan naar boven toe, dus... Ja, waarschijnlijk niet. En die kan ook maar warm blijven, want ik heb een heleboel breekbaar spul wat ik weg moet brengen. Dus, dat zien we dat het boven komt. Naar de logeerkamer vandaag. Ja, dat doen we. Nou, dan is die ook maar dicht. Hup. Ja. Dat komt straks wel. Ja, toch? Ja. Ik heb koffie staan. Dus ja, ik ga straks op de stad nog in. Zonder de dames, uiteraard. Ik ga weer even naar het station. Kijken hoe het daar is met de bloemen voor onze lieftallige Peter R. Die helaas van ons is heen gegaan. En kijken hoe er wat er is. Nee, dat is al bezig op te ruimen. En ook even op de brug weer kijken, hoe ver die man daar is. Dus ja, dat gaan we allemaal eventjes nog doen, maar ik ga even een koffie op drinken. Dus ik zeg, tot straks maar weer. Doodstraf gaan invoeren hier. Dat hoop ik ook, zulke meneer. Zullen mensen gewoon gelijk elektrische nou, stoel en dan... Ja, nou, lieve vrienden, u hoort het al, hoe ze erover denken hier ook. Ja, ja. Er zit een meneer naast me en die vindt het ook heel erg slecht en die bidt dus voor Peter en de familie. Zeker. Maar ik vind dit toch ook een heel mooi gebaar, zoveel bloemen al. Ik had eigenlijk meer verwacht, maar ja, niet iedereen interesseert het. Er zijn, die mensen zijn er gewoon. Dat is niet zo. Ja, maar er zijn wel mensen wel. Die, vannacht... Interesseren wel, maar net zoals bij mij... Gisteren sprak ik een man en die zei van, ja, zijn eigen schuld, pardon. Het is nooit iemand zijn schuld om dood te gaan, op deze manier. Dat heb ik ook gehoord, inderdaad. Ja, het is niet, het is nooit niet iemand zijn schuld om dat te willen. Tuurlijk niet. Hij zegt, ja, hij vroeg erom. Hij was gewoon moedig. Het is niet zo, hij vroeg erom, maar hij was moedig. Ja. Maar het is heel mooi en er ligt hier ook nog een heel mooi briefje. Dat laat ik jullie even lezen. Ik zal even erop inzoomen. Bijzonder mooi. Mijn bloemen die leggen ook ergens somber ertussen. Ik weet niet meer waar. Het zal, want er liggen gewoon... Oh, daar, ik denk dat wat daar ertussen ligt. Heel zielig, maar het maakt niet uit. Het gaat om het gebaar.
Dan zullen we weer even achteruit. Hey. Mooie zonnebloemen. Daar liggen ook nog zonnebloemen. Daar ligt nog een bosje bloemen op de rand. Ja, het is zeer bijzonder. Wilt u er ook op? Mag of niet hoor? Mag, nou. Als je dat, U bent? Ik ben taxichauffeur van Taxi Noordkop. Oké, nou maken we nog reclame ook en ik word er niet voor gesponsord. Nee, dat wil ik ook niet eens. Ik heb genoeg reclame. Dus. Ja, maar in ieder geval, u zegt van ik bid heel veel. Zeker. Ja. Ik weet dat dat meer nut heeft. Ja. Snap je? Ja, en ik ben in principe ook tegen de doodstraf. Ja. Maar deze het is een hele familie. Het is gewoon een laffe daad. En dit is een laffe daad. En ik zeg op mijn beurt, die hele familie die erachter zit, maar naast elkaar, en niet blinddoeken, wel vastboeien, anders kunnen ze er vandoor gaan. Ja, dat en zetten maar een vuurpeloton erop. De hele familie, dat is een ander verhaal. Ja. Er zullen ook familieleden zijn die niet mee nou, eens maar zijn. Maar diegene die het wel weten. Ja, dat is het. Diegene die er wel achter staan. Precies. Oh, die. Maar... Dus dat bedoel ik. Ik had de laatste eentje. Ik was er niet mee eens wat zijn kind deed. En toen zei die, je hebt ook kinderen. Ben jij altijd tevreden met wat ze doen? Dan denk ik, ja, hij heeft ook wel gelijk in. Ja. Dus die persoon die kan heel slecht zijn. Kijk, zoals die Peter R. de Vries dat ook zei. Criminelen kunnen ook soms heel lief zijn. Ja, soms. Die kunnen ook hele goede familieleden hebben, vrienden. Ja. Klopt. En die kunnen helemaal niks aan doen. Nee. Snap je? U kan een hele lief moeder zijn. Die komt dat is ook van ons bedrijf. Oké. U kan ook een hele lief moeder zijn, maar je hebt ook soms geen macht over je kind. Mm-hmm. Wat hij doet. Snap je? Ja. Je wil het ook soms anders. En dat gebeurt en daar ben je niet altijd trots op, maar het gebeurt. Dat gebeurt. Dus daarom familieleden buiten houden, diegene die dat goedkeurt, kun je wel zeggen, dat laffe daad en al dat bedoel, dat drugs gebeuren ben ik sowieso tegen. Ja, ik ook. Maar ja, ik ben ook niet zo'n barbaars iemand, maar ik vind wel dat, voor mij de straffen wel wat strenger mogen zijn. Want ook zover ik weet, zoals de levenslang, nou dat is niet echt levenslang, want als je een jaar of 70, 80 bent en je leeft dan nog, dan word je weer vrijgesteld en dan kom je er weer vrij uit. Dat vind ik wel. Ik vind gewoon... Een levenslang is bij mij een levenslang, dat je dan in je kistje pas weer naar buiten komt. Ik heb gehoord gisteren dat het maar 25 jaar is. Ja. Dus, ik vind dat te kort. Vooral voor zulke soort dingen. En hoop dat Peter heeft levenslang. Ik hoop dat ze Peter heeft levenslang. De werkelijke daders ook vinden. Hè? Want het is niet diegene die... Die eigenlijk... Het is een Pool, zover ik weet. Ja, maar er zitten nog mensen in de achtergrond. Ja. Die het eigenlijk... waar het ook echt om draait. Ja, nou, dat met makkie moet dus dat weg. Dat is de schutter en die andere die is de vervoerder. Ja. Maar de werkelijke personen die daarachter zitten... hoop dat ze daar... dat ze dat gewoon pakken. Ja. En net zo veel lef hebben als Peter R. de Vries. Dat ze met die lef achteraan gaan. Juist. Niet scheiteren gaan doen van, dat wordt me te gevaarlijk. We kappen ermee, want anders gaan we er ook aan. Want als je dat zo met die gedachte doorgaat, dan zie je dit soort daden veel meer in de toekomst. Snap je? We zijn er ook bang voor dat dit vaker gaat gebeuren. Je moet er heel sterk tegenover staan. Ja. Snap je? Daarom. Alle middelen die je hebt en desnoods de straffen aanpassen, dat de mensen gewoon moeten denken, als ik dat doe, ja, inderdaad. Dan kan mij wel eens heel zwaar te komen staan. Ja. Niet in een luxe cel met tv's erbij en allerlei mikmak waar ze nog crimineler uitkomen. Vaak wel, maar ja. Dat ze gewoon, in een rattenhok zitten, bij wijze van spreken, weet je. Dat mogen ze van mij. Ja. Maar oké, we sluiten het af. Ik zou zeggen, een hele fijne dag verder voor u. Ja, u ook. En bedankt voor deze interview, want dat was het. Zeker. We lijken van mee, hoor. Ja, daarom. Wij zijn niet zo iemand die zomaar
eigen dunk hebben en doet wat hij zelf wil. Nee, ik ook niet. We hebben het gevolg. Ja. Dus we zijn ook geraakt, weet je. Want hij was uiteindelijk, hij komt zelf uit Turkije, hij kwam voor iedereen op. Hij kwam voor iedereen dus op. Dat was ook zijn andere kant van zijn persoonlijkheid. Ja. Dus hij stond voor rechtvaardigheid, voor wie dan ook en waar dan ook. Ja, klopt. En dat maakt hem juist nog mooier persoon. Een heel mooi persoon was het. Snap je, dus... Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, u hartstikke bedankt. En wie weet zien we elkaar wel weer. Zeker. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Zo, lieve vrienden, er is een tijd voor komen en er is een tijd voor gaan. Ik heb Karin nog aan de telefoon, maar ook die gaat zo. Ja, we gaan allebei naar bed, want het is uit met de pret voor vandaag. Dus ik zeg welterust allemaal, slaap lekker. En over een aantal uurtjes weer gezond doen opstaan. En dan is het 18 juli niet, Karin? 18 juli. Ja, zeg ik. 18 juli. En wie is er jarig? Ja. Die kleine schavuit daar ook. Rijka genaamd. Die is 2 jaar. Ja. Maar dat gaan we vandaag vieren. En ik krijg ook visite. Ook dat nog. Iemand die ik niet eens niet ken. Met 2 kleine meisjes. En dat is het bassinnetje waar Alwin is geboren. Dus ja, dat wordt morgen een pret. Dus ik zou zeggen, ik ga gauw naar bed. Dus welterusten. En tot over een aantal uur. Doei!